En een tellybot is een schopzuigmachine die wordt gebruikt om de vloeren te reinigen zonder dat daar mensen handen voor nodig zijn. Hij is vandaag geplaatst, dus je zag gelijk mensen al kijken, foto's maken, vragen stellen. Oh ja, hoeveel vierkante meter gaat hij schoonmaken? Het doel van de IntelliBot is om vloeronderhoud te optimaliseren en vloeronderhoud uit te laten voeren door deze machine, waardoor medewerkers zich kunnen focussen op de wat meer geavanceerde schoonmaakwerkzaamheden. ATOS heeft als doelstelling People and Technology en deze robot sluit daar eigenlijk volledig op aan. Het apparaat werkt met sensoren. De sensoren detecteren waar de machine zich bevindt en waar objecten zeg maar, in de weg zouden kunnen staan en waar die dan omheen kan gaan. De machine stopt op het moment dat iemand ervoor loopt en de machine is het beste in te zetten op lange gangen. Nou, wij vinden bij CSU de inzet van technische middelen, zoals de inzet van robots, ontzettend belangrijk. Alle ontwikkelingen op het gebied van technologie is echt iets van deze tijd geweest. Dus wij vinden het aan onze stand verplicht om te onderzoeken wat de toepassingen zijn binnen onze kernactiviteiten van schoonmaken. We kiezen ervoor om het heel robuust uit te bodemen wat de IntelliBot daadwerkelijk kan. En misschien ook nog wat lesjes daaruit te halen. Dat blijven we dus voorlopig bij ATOS doen, waar ook andere partijen kunnen komen kijken. En op het moment dat wij vinden dat die past bij het niveau van dienstverlening waar wij voor staan, dan gaan we hem uitrollen naar andere grote organisaties. Ik vind dat CSU heel erg vooruit loopt op de markt. Dit is een van de eerste IntelliBots in Nederland en ik ben blij dat ATOS mee mag doen aan deze pilot.